Hoi allemaal, wat ontzettend leuk dat jullie weer zijn voor weer een nieuwe video. In de video van vandaag gaan we onze eigen bullet journal ontwerpen. We gaan deze dus ontwerpen. We gaan hem helemaal zelf schetsen, tekenen. Het logo van Lady Gasmus moet er natuurlijk in komen. Dit is een tas die ik al eerder gemaakt heb. Ook met het logo. Nou, logo wil ik er wel in hebben zitten samen met het kopje chocomelk. Dus het logo en een kopje chocomelk, die komen er sowieso standaard in. Maar ik ga hier dus nog iets anders omheen maken. Ik denk dit keer geen krans, dus krans was echt voor deze tassen. Dus ja, ik ga hier gewoon iets heel leuks van maken, schetsen. En dan gaan we digitaliseren en dan gaan we dit ook echt ontwerpen. Gaan we het ook echt laten afdrukken, zodat we echt een eigen bullet journal gaan ontwerpen. Nu alles af is, ik ben heel blij met het resultaat. Momenteel nog, maar nu moeten we het natuurlijk nog gaan opsturen, zodat het ook echt ontworpen kan worden en dat we echt de bullet journal hebben. Hier gaan natuurlijk een aantal dagen overheen. Dus zodra het pakketje binnenkomt met de journal, dan gaan we dus verder met deze video. Voor mij duurt dat dus even een paar dagen en voor jullie is dat nu meteen. En hij is binnengekomen. Ik ben echt super benieuwd. Dus laten we hem gewoon gaan openen. Geef ik jou heel even aan Lotte. Daar is die. Dus heel erg benieuwd. Dus laten we hem gewoon gaan openen.
Hij is echt heel, heel erg leuk. Dit is hem. En hier de zijkant. En logootje aan de achterkant. Hij is echt, echt heel erg leuk. Ja, dit is de binnenkant, gewoon standaard bullet journal papier. Maar ja, ik vind hem echt heel, heel erg gaaf. Ik heb ook deze ringetjes gehaald, dat is zo'n elastiek. Dus is eigenlijk voor een lunchbox, maar ik dacht die past hier wel leuk bij. En hij stretcht behoorlijk mee. En dan heb ik nog zo'n clip met een klein appeltje erop om de pen in te bewaren. Of om de potlood in te doen. Dus die gaan we ook even alle twee uittesten. En dan maken we onze journal mee compleet. Dus deze, als het goed is, kun je die er gewoon aanklikken. Ja, en dan kan hier dus de potlood in. En dan hebben we dit. En die past er nou perfect zo al mee. En nu is de journal helemaal compleet. Helemaal zelf ontworpen. Echt heel erg leuk. Nu heb je natuurlijk een heel speciaal iets. De kwaliteit voelt heel goed aan. Ja, het is gewoon een heel schattig boekje geworden. En ik vind hem echt heel, heel erg leuk. Dus ja, heel uniek, heel speciaal. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Thank you.